Mijn vraag aan Marianne Thieme is de volgende. In 2008 is een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren die het verbiedt om paarden te ontdoen van hun staart. Ook de sluiproute naar het buitenland is hiermee afgesloten. Echter, minister Verburg weigert deze motie uit te voeren. Kunt u nu bij een nieuw kabinet de nieuwe minister verplichten om deze motie uit te voeren? Of moet u een nieuwe motie indienen die mogelijk het houden van deze paarden kan verbieden? Onze motie om verbod op het couperen van paardenstaarten blijft in principe gewoon staan. Ook bij een nieuwe Tweede Kamer. Maar het hangt wel af van de meerderheid van de Tweede Kamer in hoeverre ook die motie kan worden afgedwongen bij de minister, de nieuwe minister van Landbouw. Dus wat belangrijk is, is dat in de Tweede Kamer veel groene partijen vertegenwoordigd zijn. In ieder geval de Partij voor de Dieren met minstens 4 zetels, omdat uit onderzoek blijkt dat met name de Partij voor de Dieren ervoor zorgt dat andere politieke partijen zich ook houden aan hun beloftes om op te komen voor dieren, natuur en milieu.